Het is vroeg en het is best wel koud en de kinderen van de Morgensterren hier in Nunspeet die zijn op bezoek op de bouwplaats Molenbeek. Karin, kun je uitleggen waarom? Wij hebben een project in aanbouw in Molenbeek. De kinderen zijn met een programma op school bezig over architectuur en wonen, bouwen, alles eromheen. Twee van de kinderen in deze klas die onze bouwplaats bezoeken, nou, de ouders van hebben ook een huis gekocht in dit project. Dus vandaar het verzoek van de juf of zij een keer een bouwbezoek mochten doen, leren en kijken. Jullie hebben dat verzoek dus gehonoreerd, maar ging dat makkelijk? Moeten er dan allerlei dingen geregeld worden? Het is niet echt een gewoonte bij ons. Een bouwplaats blijft, ondanks alle veiligheidsmaatregelen die wij graag ook nemen voor ons eigen personeel en de onderaannemers, best wel eens gevaarlijk. Dus daar hebben we even over na moeten denken. Wat kun je doen om te zorgen dat kind en de begeleiders veilig zijn en ze toch een mooi moment te geven? Daar hebben we dingen voor geregeld, onder andere helmen voor ieder kind. Gezorgd dat de woningen die we gaan bekijken goed en veilig toegankelijk zijn. En een aantal begeleiders eromheen, zodat we alle kinderen goed in de gaten kunnen houden. Wat wordt er uitgelegd? We hebben ze verteld wat een architect doet, dus hoe een tekening ontstaat. En we laten ze delen van het bouwproces zien. Het metselen, een woning die lang niet af is, de draden die erin hangen, een ruimte waar je geen idee bij hebt, maar die een badkamer gaat worden. Dus het hele proces door van het grove werk naar het fijnere werk. Wat vinden de kinderen ervan? Zijn ze een beetje enthousiast? Ik ben uitermate verbaasd. Er zijn kinderen die het echt hebben over afzagen met een ijzerzaag. Er zijn kinderen die alleen maar met grote ogen staan te kijken. Ze doen allemaal mee. Als ik af mag gaan op hun reacties, zeg ik, volgens mij genieten ze. Gaan jullie dit nog vaker organiseren als scholen naar jullie toe komen om misschien hier een kijkje te komen nemen? Best een spannende vraag. Laten we zo zeggen, als de veiligheid het toelaat, gaan we in ieder geval erover nadenken. Want dit is wel vreselijk leuk, al die mini bouwvakketjes in spe. Thiago, wat vond je van deze ochtend? Vond je het heel spannend? Ja. Wat heb je allemaal geleerd? Zitten. Wat heb je geleerd? Zitten. Zitten? En wat heb je allemaal gezien? Het trap. En wat nog meer? Het dak. Was het niet een beetje een troepje? Nee. Wat wil je zelf laten worden? Bouwer. Bouwer? Ja. En wat word je dan? Wat heb je allemaal geleerd? Word je dan architect of word je metselaar? Ik word een metselaar. En wat is jouw naam? David. David, wat heb jij vandaag geleerd? Over bouwen. Kun je vertellen wat je over bouwen hebt geleerd? Metselen. En deze jonge dame, die is er ook bij komen te staan. Wat is jouw naam? Tess. Tess, wat heb je allemaal gezien? De trap. En wat nog meer? De muur. En wat vond je van de huizen? Was het een troep of zou je er zo in willen wonen? Geen troep. En er staat nog een andere jonge dame erachter. Wat is jouw naam? Liva. Liva, wat heb je vandaag gezien? Trap. En wat wil je later zelf worden? Mama. Dus geen bouwvakker? Nee.